Ik voel er alleen in. Ja, maar zonder vocht groeit er niks. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Mede-organisator, programmeur en ook presentator. Ja, 3-in-1, voor hetzelfde geld. Ja, liefdewerk. En hoe gaat het tot nu toe? Ja, het is net begonnen. Nou, ik vind dat we voor gelette tijdstip een mooie opkomst hebben. Iedereen weet dat er mogelijk een buitje gaat komen, maar dan mag de pret niet drukken. We hebben een tent die is weer 5 meter langer, dus 60 vierkante meter groter. Dus we kunnen het aan, maar het zou wel fijn zijn als het droog blijft. Ik kom even kijken naar mijn schoondochter. Serieus? Ja. Wat doet die? Die is een zangeres bij The Nukes. The Nukes. Mooi. Maakbaar reclame. Ja, Nukes is een heel nieuw bandje. Echt heel leuk. Die treden best wel op, hoor. Gisteren stonden ze in Raalte ergens op een bluesfestival. Nou staan ze hier. En wat doet ze? Zingt ze of? Zingen, ja. Zingen, gitaar spelen, nummers schrijven. Dus hebben ze vieren. Echt een leuk bandje. En muziek gaat van hard naar soft, hè? Ja, we houden van een leuke programmering, dus afwisseling voor iedereen. Het is ook een festival waar de meeste mensen zich thuis moeten voelen. En dat proberen we ieder jaar met een heel leuk team. En een nog leuker team van vrijwilligers voor elkaar te boksen. Heel veel succes, komt goed. Dankjewel, Roem. Ja, Harry Denner, daar komt allemaal iets anders. Ja, het was een beetje hard, hè? Daar... Maar direct komen de twee gitaristen, die spelen wel rustig, hè? Ik ga gezien. Oh, lekker genieten. Ja. Veel plezier. Als muziek is, dan ben ik er, hè? Zo is het. Veel plezier, hè? Ja. Staat lekker te genieten? Ja, een beetje wel, ja. Komt u uit Liemde? Uit Boksel. Boksel? Ja. Speciaal hier naartoe? Ja. Ja. Maar ik ben mijn oordoppen vergeten. Vergeten? Dus we hebben wel afstand genomen. Ja. Maar we kunnen het hier toch wel volgen. Ja, ja, ja. Ja. Oh, jammer, ja. Ja, de winkels zijn dicht. Ja, maar ja, daar kwam ik niet voor. Nee, maar dan kunnen oordops kopen. Oh ja, oh nee. Ja, ja, dankjewel. Ja, veel plezier. Dankjewel. Het is echt gezellig hier, zeg. Ja. Met die telefoon zo. Nou, even rusten. Hè? Even zitten. Jullie zitten allemaal aan de telefoon. Ja. Moeten jullie niet praten met elkaar of zo? We hebben net heel veel gedaan. Oh, we hebben het daarover gehad? Ja, we hebben het over een beetje de band gehad. Dus ja, heel goed gesprek. Heel interessant ook. Jullie zijn nu bij Limousine. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het heel vet. Ja? Ja. En wat is nou kenmerkend voor deze editie? Ja, kenmerk voor deze editie, specifiek voor deze. Ja, ik denk toch weer een gevarieerd programma, maar dat proberen we ieder jaar wat te doen. Maar toch, in de kiosk hebben we echt wel heel afwisselende bandjes. Dadelijk nog, weet je ze, Drop Dead Gorgeous, drie zangeressen. Wordt het nog harder dan dit? Of? Nee. Dat is gewoon, er zit wel stevig in de tent. Ik moet zeggen, het einde van de dag is het ook aardig stevige bandjes. Maar ook een mix van, net bijvoorbeeld Nina in Plug. Dat is gewoon een jonge meid die ook een podium waardig is. Leuk hier? Zeker. Kom je ook uit Liemde? Nee, ik kom uit Hezen bij Eindhoven. Ah ja? Uit Duiven, bij Arnhem. Wat komt zelf publiek bijna, hè? Speciaal voor Liemde hier naartoe? Nee. Brouwen. We zijn hier lekker op de camping in de buurt en we hoorden dat het een festivaltje was. Denk ik, nou, gezellig. Gezellig, Linde. Ja. Veel plezier. Dank u wel. Die beginnen pas mee. Dadelijk wordt het hard. Geen oordopjes in? Tijd is voorbij. Ik hoor sowieso niks meer. Mooi of niet? Hartstikke goed. Ja, hard.
zoals elk jaar weer. Ja. Veel succes. Ja, dankjewel. Het was leuk. Het was heel leuk. Ik vond het leuk. Het gaat altijd een beetje anders dan bij het repeteren. Maar... Hoezo anders? Ja, we hadden iets minder tijd, dus we moesten een paar nummertjes overslaan. Welke stijl? Sorry? Welke stijl? Welke stijl? Welke stijl? We hebben van alles gedaan. Ja, een beetje rock, maar wij maken het wel een heel open stijl ervan. Ja. Met z'n drietjes, we hebben geen drums, we hebben geen bas. Aha. Gitarist, ik ben de toets. Hey. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Was leuk. Ja. 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 Ja, we gaan kijken of we beelden kunnen krijgen van een telefoon ergens. En die zetten we er dan, die zien jullie nou al tussendoor dan. Bedankt, tot volgend jaar. Ja, tot volgende. Hallo. Uit Rosmalen. Rosmalen, speciaal hier naartoe, lieve zin. Ja. Ja. Leuk. Ja, net is leuker als Jazz in Duketown. Ja. Wij houden meer van dat kneuterig en niet van die drukte en zo. Jullie zijn wel van die stappers en zo. Hè? Jullie zijn wel van die stappers en zo. Nee. Die? Nee, nee, juist die. Daarom komen we hier. Oh, ik snap het. Ja. Veel plezier. Oh, ik praat met iemand, er komt gelijk een man tussen. Ja, ik kom er. Ja, ik kom hier zitten, ik moet graag dadelijk spelen hier. Oh. Dus, ik ben al en jullie horen bij de muzikanten? Ja, ik wel. Ja, niet allebei. Niet allebei. Ja, niet allebei. Ik kan nooit kijken hoor, dus is wel een ding. Ik zeg altijd tegen mijn dochter, trouw nooit met een muzikant. We zijn er niet getrouwd. Ja, heel goed. En kijk, hier komt ook voor. Hè. Leuk. Nou, we gaan even kijken hoe ze die maken. Hey, veel plezier, hè. Wat maak je? Een beer. Een beer. Voor die knappe dame. Oh, dat is leuk. En dat zijn zijn poot, hoor niet? Sorry? Dat zijn zijn poot. Dit wordt zijn gezichtje. Zijn gezichtje, oh sorry. Ja. Dit wordt zijn oog. En een wang. U bent heel ervaren. U staat gewoon te draaien alsof het niks is. Dat valt zo mee. Altijd als ik dat zeg, dan gaat het mis natuurlijk. Hè. Maar we doen ons best. Ik vind het ook knap. We doen ons best om ons succes te draaien. Dankjewel. Zo, die is leuk geworden. Vind ik ook. Ja. Ik kan alleen maar een hondje. Zeg je? Ik kan alleen maar een hondje. Nou, dat vind ik al heel knap. Van jong naar iets ouder? Ja, dat is mijn kleinkind, dus... Serieus? Ja. Ah. Daarom moet ik een foto maken, hè. Oma komt er ook op. Is ze? Oma. En oma, ja. Ja, samen, hè. Is ze een lieve oma? Nee. Een lieve opa? Ja. Mooi dan. Ja. En die hoort er ook bij. Kijk. Hoi. Ja, ik ken jou toch? Ja, denk ik. Ja, volgens mij wel. En Petrien, gaat het lukken, het bloemetje? Ja, dat gaat lukken hoor. Ik heb het al meer gedaan vandaag. Dat dacht ik al, ja. Ja, als je één ding doet, dan ben je allemaal hetzelfde. Dus dat is helemaal prima. En hoeveel bloemetjes heb je in je leven al gezet op kinderarmen? Leven. Al heel veel. Duizenden? Ik denk het zeker. Zo. Ja. Leuk hoor. En jij, wat ga jij doen? Hetzelfde als haar. Hetzelfde als haar? Ja. En wat is nou het leukste? Een bloemetje is leuk, maar... Unicorn. Vlinders. Nou, ik vind meisjes wel het leukst. Oké. Okay. Kijk, zo maak je een bloemetje. Piet, zie je dat? Oké. Hartstikke leuk. U zit lekker te genieten. Ik wel, ja. Zonnetje? Heerlijk. U ook? Ja, maar hier in de zon. Nou, als de zon nou weggaat en zo meteen gaat regenen, wat dan? We kruipen hieronder. Ah, gewoon doorgaan. Ja, laat. Veel plezier. Ja, dankjewel. Goed hoor, ijsjes verdiend. Wat zeg je? Had ijsjes verkocht. Ja? Ja. Hoeveel? Wel een heel eind. En nou, heel veel plezier en succes. Dankjewel. Jazeker, dat is bij muziek wel, ja. Ja? Jazeker, zeker. Wordt er niet gedanst dan? Nee, dat niet. Nee, dat doe ik niet. Veel plezier. Ik voel er alleen in. Ja, maar zonder vocht groeit er niks.